dames en heren. Nou, ik had voor deze gelegenheid had ik echt mijn best gedaan. En me goed voorbereid. En een spreekbeurt geschreven van 8 kantjes. Maar helaas, de eerste spreker, Petrus van Duinen, tot mijn verbazing overigens, ik had dat niet verwacht in de academische wereld, heeft ongeveer meer dan de helft van mijn spreekbeurt eigenlijk in veel betere bewoording dan ik dat had kunnen doen. Ik ben een week geweest in Afghanistan en heb mijn ogen uitgekeken. Want ik heb daar paleizen aanschouwd, ongeveer van hetzelfde formaat als waar koningin Beatrix hierin bivakkeert in Nederland. Met grote muren eromheen, eigen leger. Ik heb een hasfabriek bezocht waar iets van 5000 kilo has opgeslagen lag. En ook niet handmatig, maar met de fabriek werd daar de has geslagen. Zo groot was die hoeveelheid. Ik ga verder met mijn verhaal naar Karachi. Op een gegeven moment was de handel klaar. En de handel werd geregeld door de manager van Pakistan Airlines. Ik wil vragen over de rol die bepaalde journalisten in de media spelen. En ja, u raakt het waarschijnlijk al. Het laatste gedeelte van mijn verhaal zal gaan over de heer Peter R. de Vries. Is hij zo grappig? Ja, er is wel een overgang gegaan van gewelddadige misdadigers in Londen, grote bankovervallers, die in de verdorven middelhandel zijn gegaan. Dus er komt wel eens een keer een horizontale overstap voor, maar voordat je een handelsnetwerk hebt opgebouwd om uit de ene markt bereik naar de andere markt bereik te stappen en geen misstappen te doen waardoor je dus politie-informatie in handen speelt, dat doe je niet zo van de ene dag op de andere dag. Dus de illegaliteit houdt het leefbaar. Het gaat hier om, gaan we de drugs vrijgeven of niet? En of die mensen crimineel blijven, daar hebben we het wetboek van strafrecht op gemaakt. Ja, maar meneer Brown, dat zit ik nou net als onderscheid te maken. Zolang ze drugscriminaliteit bedrijven, houden de deelnemers bepaald. Ja, ik kom uit de tijd. Ja.